Goed jongen, goedemorgen. We gaan vandaag verder met begrijpend lezen. De nieuwe tekst van week 15 over paaseieren. Op het moment dat je aan de les gaat beginnen, moet je eigenlijk al het schemaatje wat je nu in beeld ziet hebben ingevuld. Als je dat nog niet gedaan hebt, dan is het misschien een tip om je video nu heel even stil te zetten. En voordat je dat verder gaat kijken, deze vragen voor jezelf even in te vullen. Kijk eens naar de titel, de kopjes en de foto's. Wat verwacht je voor verhaal te krijgen? En wat weet je al over het onderwerp? Nou, dat zijn twee kleine dingetjes. Misschien heb je wel eens al eerder informatie over paaseieren opgezocht. Daarna ga je, terwijl ik het verhaal voorlees, ga je bezig met dit verhaal. Hier ga je de moeilijke woorden opschrijven die je tegenkomt en die ik niet uitleg en die je ook niet zelf kunt oplossen. En hier ga je, terwijl we aan het lezen zijn, eventuele eigen vragen bij het stukje ga je bedenken. Nou, op het moment dat je dat gedaan hebt, dan zijn we uiteindelijk op dit gedeelte. En dan hebben we de hele tekst besproken en dan hebben we de hele tekst doorgelezen. Daarna ga jij dan de sleutelvragen die hier staan, ga je beantwoorden. En je hebt tot slot hier nog een aantal multiple choice vragen over de tekst die je dan gaat beantwoorden. Goed, we gaan even kijken naar de tekst. En ik zet hem nog een klein beetje groter. Dan kun je het in ieder geval op het schermpje, ook als je op je telefoon kijkt, goed lezen. Waarom eten we paaseieren met Pasen paaseieren? Het is bijna Pasen. Alhoewel Pasen een christelijk feest is, denken veel mensen bij Pasen aan chocolade-eieren. Niet alleen worden er eieren verstopt, maar er worden ook veel gewone en chocolade-eitjes gegeten. En waar komt dat dan vandaan? En hoe worden paaseieren gemaakt? Dat zijn de twee hoofdvragen in dit verhaal. Pasen is een christelijk feest en er zou ook, als we niet met z'n allen thuis geweest zijn, een prachtig paasfeest geweest zijn in de grote zaal, waarschijnlijk aanstaande donderdag, maar dat kan natuurlijk nu niet doorgaan. En dan hadden we ook van de week het paasverhaal met jullie doorgenomen, want ken je het paasverhaal? Pasen is het belangrijkste christelijke feest. Het gaat over de kruisiging en de wederopstanding van Jezus Christus. Die zijn we tegengekomen met Kerstmis, toen werd hij geboren. En Jezus had de taak het geloof te verkondigen op de aarde. En aan het eind van zijn leven wordt hij door de Romeinen veroordeeld tot kruisiging, doodstraf. En na 3 dagen staat, zoals in de Bijbel vermeld wordt, Jezus weer op. En dat hele verhaal begint op de Witte Donderdag. Dat is de dag dat Jezus het laatste avondmaal nuttigt. Dat heb je misschien best wel eens gezien op een schilderij, waarbij je Jezus in het midden van de groep discipelen ziet zitten die links en rechts naast hem zit. Tijdens die avond zat Jezus bijna 2000 jaar geleden, eigenlijk al iets meer dan 2000 jaar geleden, met zijn 12 leerlingen aan tafel. Dit was ook de dag dat hij door één van zijn discipelen, Judas, verraden werd. Na de maaltijd vertrekt Jezus met hen naar de hof van Gethsemane. En daar is het Judas die hem verraden aan de Romeinen. Op het moment dat Judas aankomt met de Romeinen, wijst hij Jezus aan door hem een kus te geven. En op dat moment wordt Jezus gearresteerd. Op Goede Vrijdag werd Jezus ter dood veroordeeld door de priesters en door Pilatus, de wetgever van de Romeinen. Pilatus wil het eigenlijk niet, maar op aandringen van het publiek, hij laat het publiek zelfs op een gegeven moment kiezen tussen een misdadiger en Jezus, maar het publiek blijft schreeuwen dat Jezus moet veroordeeld worden. En hij wordt dan aan het kruis gehangen. Op Stille Zaterdag, dat is dus komende zaterdag, herdenken de christenen dat Jezus in zijn graf werd gelegd. En dat is ook de laatste tijd, de laatste dag, daar hebben we het op school ook over gehad, over van de christelijke vastentijd. Je weet, die begon met carnaval en die duurt tot aan de Pasen. En die vastentijd is dus nu bijna voorbij. Het verstoppen van eieren is een gebruik dat al uit de tijd voor de opkomst van het christendom stamt. Dat is dus al langer dan 2000 jaar oud. Toen werd in diezelfde periode van het jaar het lentefeest gevierd. Daarbij werden mogelijk eieren aan de godin Ostara geofferd.
Het lijkt erop dat de Engelse term Eastern en de Duitse term Östern namen voor Pasen van de Germaanse lentegodin Ostara komen. De kerk, de katholieke kerk toendertijd, heeft het lentefeest aan Pasen gekoppeld. Het ei is bijna overal ter wereld wel het symbool voor een nieuw begin. Jezus stond op uit zijn graf en begon opnieuw op weg naar het koninkrijk van God. Dat hadden we je dan in een van de Bijbellessen verteld. Maar er is ook een link met het vasten. In de vastentijd, die begon op de Aswoensdag, je weet, de carnaval duurde tot dinsdagavond 11:11 en daar op Aswoensdag moeten alle katholieke kinderen en groten naar de kerk om hun askruisje op te halen. Daar hebben we het in de klas over gehad, de Aswoensdag. En tot aan de Pasen, 40 dagen, is dan de vastentijd. En in die vastentijd mocht er lang geleden, en misschien dat sommige mensen zich daar nu nog aan houden, dat weet ik eigenlijk niet, geen vlees en ook geen eieren gegeten worden. Tijdens de vastenperiode beschilderden mensen eieren die in die tijd werden gelegd door de kippen. En op de Paaszondag mochten er uiteindelijk weer eieren worden gegeten. Ook maakten ze in die tijd nep-eieren van amandelpasta. En een pasta, dat is een, ja, wij hebben nu chocoladepasta. Het is een soort crème, een soort deeg wat je dan gebruikt van amandel gemaakt om eitjes van te maken. Waar komen de chocolade-eieren nou vandaan? Nou, daarvoor moeten we naar Parijs in de 18e eeuw. De banketbakkers in Parijs bedachten in die tijd een luxe variant, een luxe vorm van het gewone ei, namelijk het chocolade-ei. Afhankelijk maakten ze van chocolade in de mal, een soort gietvorm, van een echt ei. Onderling hielden de banketbakkers wedstrijden met elkaar wie dan het mooiste ei kon maken. Daardoor werden de chocolade-eieren steeds buitennistiger, steeds vreemder, steeds bijzonderder. En ook werd het snoepgoed steeds populairder onder de gewone bevolking. De traditie van chocolade-eieren tijdens Pasen was toen geboren. Tegenwoordig zijn er paaseitjes in allerlei soorten en maten. Paaseieren worden gemaakt van een pasta van chocola die bij een temperatuur van 40 graden Celsius bewaard wordt. Die pasta moet dan afkoelen tot ongeveer 30 graden. De pasta wordt daarna in een mal gegoten in de vorm van een half ei. De gevulde gietvorm wordt daarna omgedraaid om te veel aan chocola te laten verwijderen. De chocola die aan de vorm blijft kleven, wordt hard en zo ontstaat de holle vorm die gevuld kan worden. En daarna, en dat nog even voor jullie daar om het beeld duidelijk te krijgen, worden die twee helften aan elkaar geplakt en dan zit die vulling daartussen. Een leuke tekst over paaseieren en tegelijkertijd even kort het verhaal van Pasen zoals dat op de christelijke en dus ook onze scholen gedeeld wordt. Alleen dit jaar kunnen we dat helaas niet met elkaar in de grote zaal doen. Goed, dan ga je nu naar je formulier en dan ga je de sleutel vragen. Waar denken we aan bij Pasen? Wat herdenken christenen met Pasen? Nou, misschien dat je de antwoorden nu al zo uit je hoofd weet. Die ga je netjes even opschrijven. En bedenk nog even, dat doen we in hele zinnen. En daarna ga je tot slot opdracht 2 de vragen maken. Goed, ik wens je heel veel succes. De tekst moet volgende week dinsdag, want volgende week maandag zijn we vrij, volgende week dinsdag af zijn. Dan gaan we de tekst samen nakijken.